Het bewijs van goddelijke genezing, audio deel 11 van 16. Het gaat niet om een genezingsleer of doctrine. Nu geven we je wat specifieke details hier die ermee samengaan, die je moet weten, waarbij het gaat om wie je bent. Kijk, dat is het probleem. Genezing is simpel. Wil je het geheim van genezing weten? Geloof. Het maakt niet uit wat ik je ook vertel, als het erop aankomt, als jij iemand bedient, dan is de basis dat wat jij gelooft als je bidt is wat er gaat gebeuren. Als jij gelooft dat ze op hetzelfde moment genezen, dan zal dat gebeuren. Als jij gelooft dat het 3 maanden gaat duren, dan duurt het 3 maanden. Als jij gelooft dat je hoopt dat er iets gaat gebeuren, dan gaat er niets gebeuren. Waarom? Omdat je gelooft dat er niets gaat gebeuren en dan hoop je. Mijn hele werk hier is om je redenen te geven dat je gelooft dat elke keer als je iemand bedient, dat het ook gaat gebeuren. En als ik dat kan doen en alle tradities uit de weg kan ruimen en alle redenen waarom je denkt dat het niet zal gebeuren, dan zul je waarschijnlijk meer geloven dat als je bidt dat het wel gaat gebeuren. Want omdat je gelooft, als je bidt, is dat wat er zal gaan gebeuren. Is dat niet simpel? Dat is het. Het komt gewoon weer neer op eenvoudigweg geloven. Dat is wat Jezus zei. Geloof gewoon. Dat is wat hij de mensen keer op keer zei. Dat was Wigglesworth zijn favoriete uitspraak. Geloof gewoon. Dus mijn werk is om jullie redenen te geven om te geloven, in tegenstelling tot redenen om te twijfelen. Helaas ben je getraind in redenen om te twijfelen. Bijvoorbeeld, wat als er zonde in hun leven is? Nee, dat zal niet werken. En wat als er een generatievloek is? Dan moeten we die toch verbreken? Nee, in Ezechiël 18 staat dat het niet waar is. En zo kunnen we alsmaar doorgaan. Oh, en wat als ik niet genoeg bid en vast? Jezus zei dat niet. Ja, maar het staat hier toch in Matteüs 17? Nee. Dan moet je dat lezen. Als je dat leest, zeker als je een goede Bijbel hebt, dan zegt het daar, deze soort gaat niet weg dan door bidden en vasten. Dit vers staat niet in de Griekse grondtekst, dit staat er niet. Het staat schuin gedrukt en de meeste vertalingen hebben het vers er helemaal niet in staan. Ze skippen het deel van Matteüs 17 vers 19 tot Matteüs 17 vers 21. Ze slaan dat deel over. Waarom, vraag je dan? Dus Jezus zei niet dat dit soort niet weggaat dan door bidden en vasten? Oké, laten we zeggen dat het er wel zou staan. Ten eerste de reden dat Jezus dat dan niet zou kunnen zeggen is omdat er elders staat, in Lucas 5 vers 33, en kwamen ze naar Jezus en zeiden, hoe kan het dat uw discipelen niet vasten, zoals Johannes zijn discipelen leerde? En Jezus zei, zolang ik bij ze ben, zullen ze niet vasten. Ja toch, zei hij dat niet? Nu kon hij zich niet omdraaien en zeggen dat de reden waarom het niet werkt, jongens, is omdat jullie niet vasten. Als hij ze gewoon had gezegd, zolang ik bij jullie ben, hoeven jullie niet te vasten. En toen zei hij, als ik weg ben, dan mag je gaan vasten. Maar dat is niet voor kracht, maar om te sterven aan jezelf. Zie je dat?